Hoofdinspecteur Rachel Deekman is vanaf gisteren niet meer belast met de leiding van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Ze was sinds 1 november 2020 hoofd van de afdeling. Deekman zal haar carrière voortzetten op de afdeling internationale betrekkingen, waar zij de leiding zal hebben. Ze zegt dat ze het zag aankomen dat ze niet lang bij voorlichting zou blijven, omdat ze deels eruit was gegroeid en ze een rang te hoog was voor die functie. Deekman is tevreden over de samenwerking die ze heeft gehad met de media. Ook is ze goed ondersteund door haar collega's. Ze laat weten dat ze in het kader van de COVID-19-handhaving nog het woord zal voeren.